feest met muziek op schoot. Kom je zingen, kom je spelen, doe je gezellig mee met ons. Ja, ik zou dus gelijk wel aan de bibliotheek denken bij jonge kinderen, want wij beginnen al met onze boekstartkoffertjes. Dus als je kind geboren is, ga naar de bibliotheek, word lid en je krijgt een boekstartkoffertje. En je kan al beginnen met lezen. En wat is er belangrijker tegenwoordig? Ah, die kinderen kunnen toch nog helemaal niet lezen? Nee, maar dan lees je als ouder samen met het kind. Je hebt knisperboekjes. Dat is natuurlijk heel erg leuk voor zo'n kleintje. En hoe eerder je ermee begint, hoe leuker ze later het lezen ook vinden. Kom je zingen, kom je spelen, doe je gezellig mee met ons. En voor je kind kan het toch niet mooier dan zo dicht bij zijn moeder te zitten? Huid op huid contact. Krijgt alles mee wat zijn moeder meekrijgt. Zit in de perfecte houding waar die voor gebouwd is, op je heup. Sociale ontwikkeling is perfect zo, want hij krijgt mee wat ik doe. En hij leert van mij. Want het zijn gewoon kleine aapjes en ze apen alles na. Hey, daar ben ik weer, doe je gezellig mee met ons. Hij weegt 9 kilo inmiddels. Maar de doek ondersteunt hem zo dat het een mooie zeehouding van zijn rug is. Dus een mooie bolle rug. En de heupen zitten in een emmer. Dus als je vanaf zijn stuitje zo naar zijn knieën en omlaag kijkt, dan is dat zo een mooie emhouding. Waarbij zijn knieën dus hoger dan zijn billen zitten. En dat is voor de perfecte ontwikkeling van het heupgewricht. Het stimuleert zelfs de hersenontwikkeling van de baby. Omdat ze zoveel zenuwprikkels meekrijgen, dat het gewoon optimaal gestimuleerd wordt voor de ontwikkeling. Het is ook bewezen, er zijn onderzoeken gedaan naar baby's die alleen maar in een wieg gelegd worden, waar niks naar om wordt gekeken. Er wordt een luier verwisseld en dat is het. En kinderen die geregeld gepakt en geknuffeld worden. Kinderen die bij je gedragen worden, ontwikkelen zich sneller en beter dan kinderen die geen contact, lichaamscontact hebben. Hoor, wat zeg je van mijn haan? Hoor, wat zeg je van mijn kind? Ik denk dat soms vergeten wordt dat je zo jong al met kinderen contact kan maken door middel van muziek. En wat je misschien ook gezien hebt in de activiteit is dat je bij jonge kinderen muziek ook heel goed in kan zetten. Bijvoorbeeld bij het opruimen. Het zijn niet altijd de leukste momenten van de dag. Je gaat als ouder of als opvoeder makkelijk daarin een beetje mopperen van oh, alweer die troepen, leg het eens in de kast. Maar als je dat zingend doet, dan is het meteen heel sfeervol, want je kunt niet zingen en mopperen tegelijk. En je helpt kinderen, omdat ze het horen, om samen op te ruimen. En daardoor help je kinderen ook het ritme in de dag aan te brengen. Je ziet het gebeuren, ik zet de tas neer en ik zing de sambabal in de tas. Nou, en al die kinderen, hoe klein als ze zijn, die komen met een sambabal, gaat in de tas. En de tas gaat aan de kant. De sambabal in de tas. Hiya, Victoria, dankjewel. De sambabal in de tas. En zo kan je het ook gebruiken met een jas aandoen of schoenen aantrekken. Overal is wel een liedje bij te maken of bestaat al. En je maakt veel meer plezier door de dag heen. Ja, ik zit niet te bedenken dat ouders met pubers dus bij de kamer kunnen gaan staan zingen van ruim je kamer eens op. Ja. Maar dat gaat niet werken. Nee, werkt niet altijd. Nee. Dag allemaal, dit was het weer.